Hallo, wat leuk dat jullie kijken naar een goed nieuwe video. Daar zijn we weer in Box Survival. En dit zou wel eens de laatste aflevering kunnen zijn. Als ik namelijk doodga, dan is het voorbij. Dan stopt deze serie. En dat zou ik heel erg jammer vinden, want ik vind het best wel leuk. En we hebben nog niet alles ontdekt. Dus we moeten sowieso even alles ontdekken. Je ziet trouwens dat de farm lekker is gaan groeien. Dus dat is helemaal top. Ik ga gelijk even oogsten en gelijk weer even alles terugplaatsen. Heel erg belangrijk natuurlijk. Hoppakee. Oh, wacht. Die moet ik dus niet terugplaatsen. Ja, dat was heel erg dom. Kan ik zo doen? En krijg ik dan een seed terug? Yes, die krijg ik terug. Volgens mij kon ik hem ook gewoon kapot hakken. Zullen we dat even proberen? Ja, dan krijg je hem ook gewoon terug. Oké, nice. Oké, dan ga ik hier denk ik even dirt neerleggen. Oh nee, wacht. Ik weet iets veel beters. Dus ik kan die achter ook wel even een farm gaan maken. Dat lijkt mij een heel goed idee. Dus ik ga al dit gras even mooi weghakken. Want we moeten even een mooi egal vlak stuk grond hebben. En dan gaan we dit even weggraven. Oh, hier kunnen trouwens ook mobs spawnen, denk ik. Want het is hier best wel donker in de hoek. Dus daar moet ik wel even rekening mee houden. Yo, deze oogst levert me trouwens echt maar 2 broodjes op. Wauw. Twee broodjes. Jongen, jongen, jongen. Het is echt verschrikkelijk, man. Skere tijden. Ongelooflijk. Zo, ik graf dit stuk mooi even uit. En dan vul ik dit even met dirt. Ik denk wel dat dat chill is. Ik hoor hieronder al allemaal. Oh nee, een spin. Ik hoor een spin. Nou, die kan deze aflevering al puur eindigen. En die spin. Dan is het gelijk voorbij. Even kijken. Zijn er bovenop ook weer mobs gespawnd? Zo te zien niet. Nope. Het is lekker rustig daarboven. Oké, dit plaats ik weer even helemaal vol. En dan moet ik er zo meteen even wat water tussen gaan gooien. En dan kunnen wij een hartstikke mooi vormpje maken, man. Ja, ja. Yo, yo, wat? Hier zijn 2 bomen in elkaar gegroeid. Kijk eens even aan. Dat is leuk. Top, man. Jongen, jongen, jongen. Die is trouwens ook klaar. Helemaal top. Volgens mij heb ik geen bucket meer. Oh, wacht. Hier heb ik een bucket met water. What? Die zag ik niet eens. Oké, water komt natuurlijk 4 breed. Maar die hoekjes pakt die denk ik niet mee. Even kijken of hij nu het hoekje meepakt. Want volgens mij is het 1, 2, 3, 4. Ik weet het niet. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, er waren trouwens ook heel veel kijkers die steeds zeiden van, yo, Harm, je moet niet sprinten. En inderdaad, ik moet niet sprinten. Het is super zonde om te gaan sprinten. Dan gaat je hunger veel sneller op. En ik kan in principe ook gewoon normaal lopen. Dus daar moet ik wel even op blijven letten. Oké, ik pak de ho er even bij. En laat ik nog even wat torches gaan maken. Hoppakee. In totaal lekker 20 torches. Helemaal top, man. Deze kan ook weg trouwens. Die is een beetje irritant. Oké, nu moet ik het hier even flink licht gaan maken. Dit is goed. Helemaal top. Oké, dan ga ik even de hoek mee pakken. En dan gaan we zien of dit goed gaat. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, dit pakt hij al wel. Ik denk niet dat hij die gaat pakken, ben ik bang. Maar we gaan achterkomen. Let's find out. Yes, yes. Oh, mijn shovel is ook stuk. Ik plaats de hoekje nog even lekker vol. Ja, eigenlijk wil ik dit gras ook nog even eronder. Want zoveel gras heb ik eigenlijk niet eens. Oké, shoveltje is gemaakt. Helemaal top. En we gaan hier de hoover even gebruiken. Ja, volgens mij pakt hij die hoekjes niet mee. Dat is heel erg jammer. Dus weet je wat? Ik ga het water gewoon oppakken. En dan ga ik het hier even mooi naast leggen. En die zit precies 4 tussen. Dus ja, dit moet wel goed komen. Deze die vangt de rest wel op. Kijk eens even aan. Hier zit nog lekker wat dirt. Dat neem ik mooi even mee. Wie weet komt het ooit van pas. I don't know. Oh, je zit echt insane van. Wat? Wat zit hier allemaal? Wat? Waarom zit die bladeren onder de grond? Oké, dat is wel echt raar. Oké, het is hier trouwens ook super donker. Misschien moet ik even een torch gaan plaatsen. Zo, even 2 torches. Oké, de ho is ook stuk. Gauw even een nieuwe ho gemaakt. En even kijken. Nu kan ik het hier ook gelijk helemaal vol plaatsen. Let's go! Oké, nou, dit zijn alle seeds die ik heb. Het is niet super veel helaas, maar het gaat wel vanzelf allemaal mooi groeien en dan krijg ik hopelijk nog meer voedsel. Misschien heb ik het allemaal wel van niets gemaakt. Je weet het maar nooit. Het kan zo namelijk in één keer voorbij zijn. Dat is wel heel erg triest. Oké, zit hier nog? Even kijken. Heb ik nog iets over? Nope, nope, nope. Heb ik nog bones over of zo? Zo te zien ook niet. Oké, weet je wat? Ik ga ondertussen even lekker slapen. Het heeft helemaal geen zin dat ik in de nacht bezig ben. Kijk eens aan. En zullen we weer terug gaan in de mijn? Ik dacht het wel. Hier zit wel ergens een spin, dus daar moet ik heel even oppassen. Ik weet niet waar die zit, maar ik vind het een beetje eng. Want 2, 3 klappen en ik ben dood. Misschien vraag je af van jou, ga er gewoon eten. Maar ik vind het zonde om te eten nu. Oh, daarboven zit hij. Oké, die kunnen we op zich wel killen, right? Oh, hij kan me echt easy killen. Weet je wat? Dit gaan we gewoon niet doen. Dit moeten we even anders aanpakken. Want die spin, die kan mij easy killen, dat weten we. Dus hoe moeten we dit even aan gaan pakken? Eigenlijk moet hij even naar me toe komen, zodat ik in één keer omhoog kan klimmen. En dan kan ik hem wel easy killen, denk ik. Eerst hak ik dit even allemaal weg, anders kan ik mezelf zo in de weg zitten. Kom maar naar me. Oh, 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 hij komt nog steeds niet. Oh, oh, wat doet hij? Hij zit er gewoon te chillen. Hij chillt hem nou echt heel nice. Oké, ja, oké, ik raak hem. Komt hij naar me toe? Hij komt niet naar me toe. Wat? Oké, nog een keertje, let's go. We gaan hem nog een keer mappen. Oh, hij is dood. Oké, nice. Ik hoor ook allemaal zombies nu trouwens. Wat? Waar zitten die? Oké. Oh.
Wat zit hier? Oh, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Kijk wat hieronder zit. Ja, ik ben instant dood. Als ik hier tussen val, ben ik dood. Dan is het allemaal klaar. Dan is het voorbij. En hier zitten best veel gaten. Dus ik ben bang dat ik er echt in ga vallen zometeen. Oh, dude, check wat hier zit, joh. Waarom? Oh, ik heb daar geen licht. Er staat wel gewoon licht. Oké, dan spawnen ze ergens anders en dan lopen ze blijkbaar gewoon hierheen. Oké, hoe gaan we dit even Oh my god. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oké, nu ga ik eten. Nu ben ik er klaar mee. Nu ga ik eten. Er kwam een skeleton boven. Oeh, ja. Dit is niet leuk. Ik ga even stil blijven staan, want dan kan ik maximaal regainen natuurlijk. En dat is top, want mijn voet gaat nu snel naar beneden en ik kan nu nog even lekker healen. En ik kan al niet meer healen. Helemaal top. Oké, nou, laten we die kant even lekker niet op gaan. Ik weet niet waar die beesten vandaan komen. Geen flauw idee. Maar ik ben weg hier. Ik zou wel heel graag even een zombie willen killen, puur voor dat vlees, want dan kan ik ook lekker healen. Oh, hier zit ook een zombie. Even kijken. Ja, daar staan er meerdere, dus dat is een beetje gevaarlijk. Oké, ik ga er even rustig aan toe. Of is dat het... Ja, dat is hetzelfde. Oh, nee. Misschien kan ik er wel eentje raken zometeen. Kan ik er net bij? Nee, net niet. Ik kan er net niet bij. Oké, wacht. Ik ga dit even hier zo doen. Nu kan ik hem wel raken. Ja, kijk eens even aan. Oh, wat top. Wat top. Kijk eens even aan. Oh, nee. Die skeleton kwam ertussen. Wat? Hoe dan? Hoezo raakt hij me? Ik moet die skeleton raken. Ik wil die skeleton raken. Hoezo raak ik ineens niks? Oké, die is dood. Kom op, yes. Die gaat dood. En nice. Ik moet die skeleton hebben. Ik moet die skeleton hebben. Kom op. Ik moet die skeleton. Ik wil alleen maar de skeleton. Come on, man. Oké, ik heb er echt al flink veel gekilled nu. Echt al 5 of zo. Soms kom ik er echt net niet bij. Oké, nu wel weer. Die is dood. Volgende. Yo, hoeveel staan daar wel niet? Doe eens even normaal. Ja, dit is wel lekker veel vlees. Want als ik dit kan krijgen. Oké, de skeleton komt denk ik weer hier naartoe of niet. Ja, oh nee, daar is hij weer. Oké, nu ga ik weer eten. Ik ben er klaar mee. Ik ga weer even eten en ondertussen lekker healen. Die skeleton is heel naar. Ja, hoe ga ik dit pakken? Oh nee, nee. Silver, 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 silver. Oh nee. Nee, 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 ik heb het net overleefd. Er staat nog een creeper. Als ik daar naar beneden val, is het klaar. Dan is het 100% klaar, jongens. En dat wil ik niet. Ik wil niet dat het voorbij is. De serie moet doorgaan. Oké, dit haal ik even weg. Er staat er nog een creeper bij. Oh, nee. Oké, even lava. Oeh, lava. Dat kan handig zijn. Maar dan verbrand ik het spul wel. En daar heb ik eigenlijk geen zin in. Even een trap naar beneden. Even kijken, hoor. Oh, daar staan ze natuurlijk allemaal. Dus dit gaan we even... Oh! Oké, daar ging een creeper. Nice. Oh nee, weer een selfish. Wat ben ik aan het doen? Oh nee, 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 nee. Oké, ik ga echt bijna dood. Nu ben ik echt aan het prutsen, sorry. Dit was niet goed. Dit was niet... Oh, kan ik erbij? Ik kan er net niet bij. Nu dan. Ja, ik heb het. Ik heb het. Hoeveel... Ik heb ook een carrot. Dude, ik heb letterlijk een carrot erbij. Hoe chill is dat? Dat is echt heel nice. Oh, er zit nog een creeper. Ik kan ze nu heel makkelijk killen. Dit is nice. Dit is top. Hier ben ik blij mee. Er staat bedrock boven. Ik kan niks doen. Die creeper explosie heeft trouwens niks gedaan. Want ze kunnen niet de box slopen. Dat is ook wel logisch. Anders kon ik er namelijk uit. Kom op. De skeleton gaat nog even dood. Yo, dit is nice. Dit is echt helemaal top, jongens. Oké, nog een creeper. Oké. Misschien moet ik even rustig gaan healen. Want echt 2-3 shots en ik ben neer. Die carrot ga ik denk ik verbouwen. Ik denk wel dat het chill is. Ja, ik heb nu wel altijd honger. Maar dat maakt me niks uit. Ik hier wel, daar gaat het om. Nu kan ik weer eten. En dan ga ik mooi even helemaal fully regenen. Dus dat is echt top. Lekker stilstaan ondertussen. Want ja, ik hiel bijna niks, joh. Ik heb altijd die hunger. Zo super irritant. Dit gaat echt absurd slow. Maar het gaat tenminste. Dus daar ben ik wel blij om. Oké, ik ben bijna fully regained. Let's go. Bijna klaar. Nog één tikkie. Dan vind ik het wel weer goed. En dan blijf ik even staan tot die hunger weg is, zeg maar. Ja, hiervoor hoef ik niet nog eentje te nemen. Ik heb nog een half hartje wat ik mis. Hier beneden staat ook nog van alles. En het is voorbij. Helemaal top. Nou, dan ga ik weer hier even heen. Oké, er komt weer creeper naar me toe. Oh, en een skeleton. Ja, die skeleton vind ik naar. Die vind ik heel naar. Hoe gaan we dit even goed doen? Zo, ik map hem even. En ik map hem nog een keer. Oh, oké. Ze killen elkaar waarschijnlijk of niet. Oh, hij wilde mij pakken. Yes. Oké, top. 1, 2. Nice. Die is neer. Oké, nu durf ik hier wel te komen. Oh, ze komen hier sowieso van beneden. Ja, sowieso. Oké, er staat er nog één zombie. Nou, die kan ik wel even killen zonder dat hij me raakt, toch? 1, 2 en 3, 4. Zo. Oh, ik hoor weer een skeleton. Waar komt die? Oh, ze kunnen natuurlijk van beneden komen. Er kan natuurlijk nog veel meer zitten. Ja, dit bedoel ik. Er zit gewoon nog één. Oh, nee, 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 nee. Hij raakt me, raakt me, raakt me. Nee, oké, hij heeft me 2 keer geraakt. Dat is zonde. En nog een creeper. Oh, no, no. Ik moet deze ruimte iets meer gaan afsluiten, denk ik. En dan gaan we ook weer even terug. Dit sluit ik ook weer even af. Oké, kom op, ontplof maar. Ontplof maar. Oh, no, 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 no. Hij mag wel ontploffen op zich. Oh, hoewel ik wil geen damage krijgen. Oh, hij ging weer bijna ontploffen. Come on. Kill ze nou. Dit is echt heel irritant dit hier. Weg ermee. Hup. Kom op. Ga nou dood. Ga nou dood. Yes, die is neer. En jullie twee maak ik ook nog even af. Zo, dat is weer wat rotten flesje erbij. Helemaal top. Is het hier veilig? Ik ben bang van niet. Toch ga ik hier naar binnen. Oh, dude. Ook nog een potato. Dit meen je toch niet? Oké, ik ga gelijk weer naar boven. En dan gaan we dit verbouwen. Want dit is heel nice. Dit is echt nice. Ik moet oppassen voor de silverfishes trouwens. Ja, dit gaat lekker hoor. Ik heb het idee dat ik langzamerhand wel een beetje alles kan doen.
domineren. Mijn armor is inmiddels ook al best sterk. Dus dan kunnen we het spel gaan uitspelen. Zo, deze twee pak ik er even lekker bij. En zo. En wat ik dan ook even ga doen is gelijk even die bones omvormen naar boomiel. Ook super chill. En die is volgroeid. Kijk eens even aan, gelijk vet. Oh, dit is echt nice. Dit is echt heel chill. Ja, die potatoes. Ja, tuurlijk, ik kan ze natuurlijk wel koken. Weet je wat? Ik ga die ook even voortplanten. Hoppakee, nice. Voortplanten, wat lul ik dan weer? Ik laat ze lekker groeien, dat bedoel ik natuurlijk. Ja, ik heb nog super veel, dus ik wil even wat potatoes. Ik kan ook eerst de hele farm volgooien natuurlijk. Dat is ook mogelijk. Ja, ik wil eigenlijk nu ook wat hebben. Dat zou ook chill zijn. Ik denk dat potatoes eigenlijk nog chill zijn, want die baked potatoes zijn echt mega nice. Ik heb er weer 4 te pakken. Ja, oké, hij zit bijna vol. 1, 2. Ik kan er nog 2 keer om oogsten, denk ik. Oh, nu krijg ik er maar 2 uit. En... oh, die is nog niet klaar, of wel? Oh, nee, nu heb ik er maar 1. Oké, dan kunnen we die wel even bakken. Dit was misschien niet super slim. Ik heb gelijk alles opgemaakt. Maar het is alweer bijna nacht. De melon is ook groeit. Die kunnen we ook gelijk eten. Ja, die gaan we gewoon aan eten. Dat is dan het food wat ik nu mooi kan eten. Dus dat is chill. Ik gooi gelijk deze potato hier even in. Wacht, kan ik trouwens ook deze bol? Ja, ik gooi de bol er gewoon in. Nice, want die gebruik ik toch niet meer. Oh, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Oké, dat was niet genoeg blijkbaar. Ondertussen eet ik lekker even deze melon. Super chill. Yo, er is nog een boom gegroeid. Ja, die boom hoef ik nu in principe niet meer te hakken. Want ja, dat is niet echt nodig, toch? Ik bedoel, ik heb echt al een hele chille farm nu. Zo, mijn eten is wel helemaal vol. En mijn hartjes zijn helemaal vol. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik niet dood kan gaan. Ik kan nog steeds heel makkelijk doodgaan. Ik heb nu trouwens geslapen omdat ik zoiets heb van... ja, boeien, ik ga verder naar beneden. Ja, ik hoor alweer zombies hier. Oh, en ik... oh, no, 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 no. Kijk, die kan me in één keer afmaken, jongens. Die kan me echt in één keer afmaken. Kijk, ik kill hem, 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 ik kill hem. Ja, hij is dood of niet? Yes, top. Ja, alles staat hier wel een beetje in de fik nu, ben ik bang. Maar dit was even een makkelijke manier om die creeper te doden. Want die hoef ik niet. En ik heb zo'n loot ook niet nodig. Daar kan ik toch niet zoveel mee. Oh, joh, al die zombies branden ook dood. Oh, ja, dat is eigenlijk niet zo chill. Want dan kan ik niet meer hun loot pakken. En vooral skeletons zou ik nu wel graag willen looten. Oh, daar ligt trouwens nog wel wat. Die zou ik wel even kunnen pakken. Oeh, er ligt ook nog een boom. Oh, wacht, die spant echt letterlijk net. Dit meen je toch niet, joh. Dit meen je toch niet. Oh, en die is ook net weg. Wat is dit? Oké, nou, ik kan deze nog wel killen. Helaas geen bones. Oh, ik hoor nog wel een skeleton. Dat is nice. En ook een creeper daar. Oké. Ja, 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 ja. Oh, nee, 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 nee. Hij gaat me raken. Gaat me raken. En hij is... kom op, ga dood. Ga dood. Nice. Geen bone. You kidding me? Ik heb geen bone gekregen. Nou, die creeper wil ik wel gewoon even gelijk doden nu. Dus zo. Nice. En die is zo dood. Hij is niet dood. Oké, dan doen we het nog een keer. Top. Oh, hier zit een spin. Die maak ik even dood. Kom op, ga dood. Oh, die heeft me ook een paar keer geraakt. Jonge, jonge, jonge. Oké, hier zit allemaal souls in. Dat hak ik even weg. Ik ben benieuwd of hier nog drop zit of iets van loot of. Oh. Oké, die spannen, die gaat weg, want daar heb ik helemaal niks aan. Dus die mag lekker weg. Die beesten zijn heel irritant en die gaan we ook easy kunnen killen. Laten we hier trouwens even lekker verder gaan graven. Misschien dat er nog iets zit, je weet het maar nooit. Yo, kijk eens aan wat hieronder allemaal zit. Wat, hier zit ook echt nog van alles. Ik weet niet of ik hier al geweest ben, volgens mij wel. Ik denk dat ik hier heel even gekeken heb, maar toen ging ik heel snel weer weg. Oké, ik kan nu helaas geen loot oppakken. Ik drop de string al even. Ik hoor een skeleton, ik hoor een skeleton. No, 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 die moet dood, die moet dood. Kom op, ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Oké, hij raakt me en hij is neer. Yes, die dropt een boom. Heel erg nice. Je kan hier ook nog helemaal onder. Wat? Oké, dat is nice. Oh, hier zit allemaal lava. Dat gaan we even dichtmaken. Ja, we kunnen misschien wel naar de nether. Dat is gewoon mogelijk als ik al die obsidian hier ga hakken. Weet je wat? Laten we even lekker wat obsidian gaan hakken. Zit hier nog iets onder? Nope, hier zit niks onder. Dus dit kunnen we even lekker gaan hakken. Yo, dit gaat echt insane slow. Maar dat maakt niet uit. We komen er vanzelf. Let's go. Ik kon trouwens misschien ook een enchanting table maken. Maar ik heb er een leather armor van gemaakt. Dus dat was heel erg dom voor mij. Dat was geen slimme stap. Daar baal ik wel een beetje van. Hey, wacht eens even, ik zag hier wat rook vanaf komen. Wat is dit voor spawner? Even kijken hoor, dit is... oh, dit is van Cube spawner. Oh, weet je wat? Die zou... ja, ik ben best wel benieuwd wat eruit komt. Ik dacht, wat voor rook is dat? Is dat het teken dat de lava onder zit? Dat kan toch niet? Maar blijkbaar is het een spawner. Dat wist ik niet. Ik ga trouwens ook weer even eten. Dat lijkt me wel nu verstandig om te doen. Ik hoor wel ergens lava hier. Ik weet alleen niet waar het zit. Oh ja, hier zit het achter, hier zit het achter. Oeh, dicht, dicht, dicht. Oké, dat was best wel zonde, want ik wil niet te veel lava verprutsen. Wie weet heb ik het nog nodig. Dus ik wil eigenlijk niet het lava weghalen. Dat deed ik nu per ongeluk wel. Maar zoveel maakt het ook weer niet uit. Oeh, hier zit ook wat. Nee, nee, nee. Oké, laten we dat hier even lekker niet naartoe gaan. Zo, dat mag hier lekker even niet komen. Oké, we hebben nu inmiddels 8 obsidian al, dus dat is best nice. We hebben er maar 10 nodig, dus dat komt helemaal goed. Zo, ik heb er nu al 10 te pakken. Heel erg nice. En ik wil nu weer lekker langzamerhand naar boven toe gaan. Even kijken. Oh, joh, het zit helemaal vol met lava, joh. Oké, laat ik even een andere manier omhoog vinden. Ik heb geen flauw idee waar ik eigenlijk ben. Hier kunnen we denk ik wel omhoog, of niet? Dan moet dit blok even weg. Zo. Het nadeel
al hier kan... Oh, wacht, hier kan ik wel bovenop klimmen. Nice. Kijk eens even aan. Zo kom ik heel makkelijk weer boven door die vines. En hier heb ik natuurlijk een mooie trap van mezelf staan. Dus ik heb alweer een beetje het idee waar ik nu ben. Niet helemaal. Even kijken. Kan ik hier omhoog? Yes, hier kan ik omhoog. Helemaal top. En we zijn alweer terug. Oh my god, oh my god. Dat is letterlijk een creeper. Dit meen je toch niet? Die stond letterlijk gewoon achter mij. En één blast en ik ben dood. Ik ben letterlijk dood. Ik kan niks doen tegen zoiets. Insane. Wat een geluk weer. Wat een Ik dacht, wat hoor ik? Dat was gewoon een creeper. Wat? Oké, weg hier. We gaan terug omhoog. Terug naar buiten. Zo, ik heb natuurlijk ook een boom. Die ga ik even omvormen tot bone meal. Helemaal top. En dan ga ik even potatoes weer fixen. Ja, ik fix weer potatoes. Nice. Top. Nou, weet je wat? Ik plaats hier gewoon lekker. Ik heb toch nog wat food bij me. Helemaal top. En dit groeit ook lekker door. Dus dat is echt chill. We kunnen nu natuurlijk een netherportaal gaan maken. Maar weet je wat? Laten we dat lekker de volgende aflevering doen. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Sorry voor die cliffhanger. Vergeet niet om te abonneren op mijn kanaal. Check ook even mijn Instagram in de beschrijving. Ik zou het heel erg leuk vinden als jullie me daar ook even gaan volgen. Want ik post echt leuke foto's. Echt ongelooflijk leuk. Tot de volgende keer. Dikke doei en dikke later.